Oké, het zijn verkiezingen. Je hebt net gestemd. Wat nu? Ik ben Niels Tjoen en voor 14 Nieuws mag ik politiek zo simpel mogelijk uitleggen. De stemmen worden geteld en de geldige stemmen die worden daarna verdeeld in zetels in het parlement. En dat zijn enkel de geldige stemmen, dus niet de blanco's en niet de ongeldige stemmen zoals sommige mensen denken. Partijen die willen zoveel mogelijk stemmen, want hoe meer stemmen, hoe meer zetels. En hoe meer zetels, hoe meer je kunt chillen en meer zitten. Eén zetel komt overeen met één volksvertegenwoordiger. En een volksvertegenwoordiger, dat is iemand die genoeg stemmen gehaald heeft om het volk dus te vertegenwoordigen, als het ware. En die hebben allemaal dus hun eigen zetel. Dat is toch wel chance hebben, hè. In het parlement heb je 150 zetels. En als je het land een beetje vlot wilt regeren, heb je minstens de helft van die zetels nodig. En dat zijn er 76 of meer. Want in het parlement moet er gestemd worden over bepaalde wetten. En het is natuurlijk gemakkelijker om dingen gedaan te krijgen als je de meerderheid van de zetels hebt. Dus bijvoorbeeld als je na het werk een pint wilt gaan drinken. Mannen, gaan we samen een pint drinken? Nee. Ja. Dat is toch ongezond? Ja, alcohol. Ja, ja. Zeker. No. I like it. Het is beslist. We gaan een pint drinken. Meestal moeten verschillende partijen samenwerken om aan 76 zetels te geraken. Dus om die meerderheid te behalen. De koning die gaat na de verkiezingen een informateur aanstellen. En de informateur, dat is iemand die met alle partijen moet gaan praten om te kijken welke partijen samen een meerderheid kunnen en willen vormen. Mannen, wat zal het zijn? Pintje. Voor mij een zwaar biertje. Spuitwater met munt. Komt voor elkaar. Dag meneer de koning, als de informateur klaar is, dan gaat hij verslag uitbrengen bij de koning. Een spuitwater met muntsmaak genoteerd. Ga maar een regering maken. Dan is het de beurt aan de formateur. En de formateur moet aan de slag gaan met de informatie van de informateur, dus die waar we het daar juist over hadden, en die moet met die informatie een regering gaan vormen. Een heel moeilijke en belangrijke taak, als je het mij vraagt. Als twee of meer partijen het goed met elkaar kunnen vinden, dan vormen ze een coalitie. Wat wil zeggen dat ze gaan samenwerken. Zoals bijvoorbeeld onze twee bierdrinkende partijen. Die kunnen dat nu gaan doen. De nieuwe matties van de regering die stellen het regeerakkoord op. En het regeerakkoord dat is een document waarin de doelen van de regering staan voor de komende 5 jaar. En als iedereen akkoord is, dan gaan ze de postjes verdelen. De grootste partij die krijgt meestal het grootste aantal ministers. En de formateur die wordt ook heel vaak de eerste minister. Alle ministers worden voorgesteld aan de koning, die knikt is. Hij laat ze dan de eed afleggen en benoemt ze vervolgens. Daarna is er in de Kamer een vertrouwensstemming. En dat wil zeggen dat al die 150 mensen die hier zitten, de parlementsleden, moeten stemmen of ze wel akkoord gaan met de nieuwe regering en hun regeerakkoord. Omdat de partijen van de coalitie de meerderheid van de zetels hebben, is dat meestal geen probleem. Geen probleem. Oké, er is dus een meerderheid met 76 zetels of meer. Wat wil zeggen dat er ook een minderheid is. En die minderheid die noemen ze de oppositie, die tegengewicht moet bieden tegen de meerderheid. En de oppositie die houdt de regering extra hard in de gaten, maat. Ik zie wat dat jullie doen. Pas op, hè, manneke. Ik zie het. Wat hebben we geleerd vandaag? Een regering vormen is best moeilijk. En in België zeker, want wij hebben een wereldrecord in langste regeringsonderhandelingen ter wereld. Ja, 541 dagen in 2010. En we mogen daar trots op zijn. En laten we dat in de toekomst nog beter doen. Nog langer onderhandelen. Of zo. Dus, waar komt jouw stem uiteindelijk terecht? Als de partij waarop jij gestemd hebt minstens één zetel behaalt, dan zit je oftewel in het kamp van de meerderheid of in de oppositie. En als die partij 0 zetels behaald heeft, dan is dat heel jammer. Volgende keer beter. Pas op, hè. Ik zie u.